Nieuws is vaak groot, maar kan ook heel klein zijn. Wat zo, hè? Wat is het nieuws in het dorpen van Rijnmond? We vragen het vandaag aan de inwoners van... Groot-Ammers. Dit moment is denk ik wel het nieuws bij de co-op De Voetbalplaatjes. Heel veel kinderen sparen ze en wel leuk. Het is nu voor de voetbal en ik hoop de volgende keer voor de volleybal. Want er zitten mijn kleinkinderen op. Ieder lid van de voetbalvereniging is op de foto gegaan. En dan bij aanschaf van boodschappen dan kan je fotoplaatjes sparen. En die kun je in het boek plakken. Dus iedereen in Groot-Ammers van de voetbalvereniging is beroemd aan het worden. Ja, ja. Waarom sta je hier voor de supermarkt? Nou, ik ben aan het sparen voor voetbalplaatjes. Sinds kort is er een actie bij de koop dat je kan sparen voor voetbalplaatjes. En dat boek probeer ik vol te krijgen. Dus nu sta je hier achter dit hek. Waarom hebben ze het hek neergezet? Nou, om de mensen die voetbalplaatjes willen sparen hier achter te houden. Want mensen die durven soms de winkel niet eens meer normaal uit. Want anders worden ze helemaal bestormd door die mensen. En hoe gaat het met je collectie? Wel goed, ik hoef er nog maar een stuk of 100. 100? Ja, er zijn 404 plaatjes, dus het gaat wel de goede kant op.